Vice-president Ronny Brunswijk is nu al ready voor de komende verkiezingen. Hij deelde dit vandaag mee aan journalisten voor aanvang van de wekelijkse ministerraadsvergadering. Brunswijk merkt op dat hij uitkijkt naar de veranderingen die in de Surinaamse kiesregeling gebracht moeten worden, nadat het Constitutioneel Hof deze niet bindend heeft verklaard. Nou kijk, ik heb daarvoor gewaarschuwd. Nu zitten we in een soort constitutionele crisis. Het moment dat die artikelen onverbindend verklaard, dan weet u, nu is er geen zetel meer in Paramaribo, dus geen enkele district. Ik weet niet hoe we verder gaan. Als bijvoorbeeld morgen verkiezingen moeten komen, kan er geen verkiezing gehouden worden totdat er verandering is gekomen. Maar goed, de mantaki, je hebt een soort worong, de kumataka ik hier chabisi, terwijl ik hier een schrift. Dus in ieder geval, ik ben een leider en als je politiek doet, moet je nooit bang zijn. Ik ben ready voor alles wat men brengt. Maar ik heb wel geprotesteerd dat toen die mensen voordeel daar hadden, niemand dat wilde veranderen. Brunswijk zegt verder dat nu de partijen geen voordeel meer hebben aan de kiesregeling, zij opeens voorstander zijn van verandering van het stelsel. Het draait volgens de politicus vooral om het feit dat er geen voordeel meer te halen is in het achterland. Als de NPS die geen voordeel meer hebben in het binnenland, dan willen ze nu verandering hebben. Ja. Ik heb tijdelijk gekend dat NPS alle drie zetels in Marwede neemt. Toen was het wel goed. Toen lag men de man weer pierden te veel af, want hij vindt geen toch. En nu ze dat niet meer krijgen. De Maikonan had een soort sanctie, maar dat is een sribi. Ik geloof niet in de mens. Ik geloof alleen in God. Ja? En ik dat ook niet want ze normaal om een poeder naar je aan. Ja? Ze kunnen die zetels van binnenland weghalen, plaatsen in Paramaribo, plaatsen in Wanica. Dat is een soort ding, man, bravo. Ja? Ik heb mijn verhuisbiljet al. Ik ben aan verhuizen naar Paramaribo. Ik heb dit al gedroomd. Ik ben al 2 jaar ingeschreven in Paramaribo. Dan ga ik zo wijzen dat deze Brunswijk niet onder gaat doen voor geen enkele NPS, geen enkele VAP, geen enkele NDP, voor niemand. VP Brunswijk merkt op dat de samenleving getuige zal zijn van een grote strijd in Paramaribo, welke hij typeert als het slagveld van de komende verkiezingen. De politicus heeft alle binnenlandbewoners opgeroepen om bij de komende verkiezingen massaal op hem te stemmen. De vicepresident zegt dat hij niet aan etnische politiekvoering doet. Het is volgens hem bewezen dat individuen jarenlang hebben gestemd op partijen die hun groep het best kunnen vertegenwoordigen. Brunswijk merkt op dat deze keuze veelal op etnische basis is geschoeid.